Alle districtscommissarissen hebben vandaag hun districtsplannen ingediend bij minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport. Dit is een wettelijke verplichting conform de wet op regionale organen. In de districtsplannen zijn projecten opgenomen die de DC's willen uitvoeren in hun district. De komende maand zullen de districtsbegrotingen goed worden doorgenomen. Het streven is om zoveel mogelijk van de projecten uit te voeren. De bedragen zijn dus niet al zodanig meegenomen. De districtsplannen zijn meer plannen waarbij dus de RR-leden, de DR-leden, eerst of stadslaagleden bij elkaar zijn gekomen om te praten over de plannen van de verschillende resorten. En dat is dus samengevat in het districtsplan. En dat gaan we dus samen, u begrijpt, het is, we moeten het decentraliseren naar de verschillende ministeries. Dus het is meer een districtsplan en we kijken volgende maand naar een districtsbegroting. Niet alles wordt gerealiseerd, maar tenminste 60-70%. Ik sprak net over Olopassi. En alle de Olopassi is dat, maar bepaalde dingen wel. Dus ik kan dus toch niet aangeven dat 100% van de zaken welke aangegeven zijn in het districtplan gerealiseerd zullen worden. Maar tenminste laten we gaan naar 85%. Want als gewezen DC weet ik hoe lastig het is dat je elke keer weer hoorzittingen organiseert binnen de districten. De mensen blijven steeds weer aangeven van dit zijn de knelpunten binnen het district. En elke keer weer als ze terugkomen voor een hoorzitting, dan gaat het om zaken die niet gerealiseerd zijn. En de demotivatie zit er dus dik in. En ik denk als we dus de mensen het vertrouwen weer willen winnen van de mensen, moeten we inderdaad gaan werken aan het realiseren van inderdaad de districtsplannen. Minister Emanuel begrijpt dat niet alle knelpunten van het district in de plannen zijn opgenomen. Ze zegt dat het om zaken gaat die prioriteit genieten. Dus je kan niet aangeven van je gaat nummer 1 doen en daarna zijn alle zaken die prioriteit genieten binnen het district. Maar we gaan dan samen met de districten gaan zitten en kijken van hey, gaan we eerst die brug bouwen of gaan we eerst aan meer steiger, als ik denk aan Sipaliwini en de districten in het binnenland, gaan we dat wat geniet eerder prioriteit. En zo kunnen we dan overgaan tot het uitvoeren van de verschillende plannen. Dat was minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport. De indiening van de districtsplannen vond plaats in de congreshal.